In deze video laat ik het gebruik van de schuifbalk zien. Die zie je hier in grijs getekend in kolom D, E en F. Je ziet de inkoopkosten van de maanden januari tot en met december. Die heb ik in kolom B handmatig ingevuld in dollars. Vervolgens heb ik in cel D1 de wisselkoers van dollar naar euro gezet. Ik bepaal nu de kosten per maand in euro's. Door de kosten per maand in dollars te vermenigvuldigen met deze wisselkoers. Aan de wisselkoers heb ik een schuifbalk gekoppeld. Wanneer ik bijvoorbeeld op een pijltje van de schuifbalk klik, zie ik dat de koers met 1 cent verandert. Wanneer ik in de schuifbalk links of rechts van het schuifje klik, dan zie ik dat de koers in stappen van 10 cent verandert. En tenslotte kan ik de schuifbeet pakken. En zie ik dat de minimale koers 50 cent is en de maximale koers 1,50 euro. Hoe heb ik dit gemaakt? Dat laat ik je zien op tab Uitwerking. Hier staan alle basisgegevens opnieuw op een rij. Ik begin even met het invullen van een dollar na euro koers van 93 cent. Vervolgens bepaal ik de kosten in euro door de kosten in dollars per maand te nemen. En dit te vermenigvuldigen met cel D1 waarin de wisselkoers staat. Deze cel zet ik vast met F4, zodat ik de formule vervolgens kan doorkopiëren. Om nu een schuifbalk te kunnen tekenen, heb ik tab Ontwikkelaars nodig. Zie je tab Ontwikkelaars bij jou niet op het lint, dan moet je dat eerst toevoegen. Je doet dat als volgt: klik op een willekeurige plek in het lint met je rechtermuisknop en kies voor het lint aanpassen. In het verschenen menu ga je naar de rechterzijde, en helemaal rechts in het scherm kun je op zoek naar de tab die ontwikkelaars heet. Die zal bij jou uitgevinkt staan en die vink je dus aan om het toe te voegen aan het lint. Ik klik op OK en vanaf nu moet Tab Ontwikkelaars zichtbaar zijn. Ik teken de schuifbalk nu door naar Tab Ontwikkelaars te gaan en de groep Besturingselementen. Hier klik ik op de knop Invoegen. Bij de formulier besturingselementen kies ik de schuifbalk. Die klik ik aan en met mijn linkermuisknop ingedrukt teken ik de nieuwe schuifbalk op het werkblad. Na het tekenen van de schuifbalk kan het zijn dat je daar geen pijltjes op ziet. Toch zijn ze er wel, want klik ik op die plek op de schuifbalk, dan zie ik de pijltjes kort verschijnen. Vind je dit hinderlijk en wil je de pijltjes zien? Dan kun je die zelf tekenen via tab invoegen en vormen. Hier kun je voor driehoekjes kiezen en die op de schuifbalk plaatsen. Ik heb dat ook gedaan in mijn voorbeeld op tab voorbeeld. Daar zie je deze driehoekjes. Die heb ik gekopieerd. Ik plak ze hier even en ik voeg ze alsnog toe aan de schuifbalk. Ik ga de schuifbalk nu koppelen aan de wisselkoers. Dat doe ik door met mijn rechter muisknop op de schuifbalk te klikken en te kiezen voor Besturingselement opmaken. In het verschenen dialoogvenster ga ik naar tab Besturingselement. Het is belangrijk om te weten dat een schuifbalk alleen hele waarden van 0 of groter kan weergeven. Dus 0, 1, 2, 3, 4. En dat is lastig, want mijn wisselkoers is niet een geheel getal. Het is een decimaal getal met twee cijfers achter de comma. Ik moet dus een kleine truc uithalen om met de schuifbalk toch de wisselkoers te kunnen beïnvloeden. Ik doe dat middels een tussenstap. In plaats van de schuifbalk te koppelen aan cel D1, koppel ik hem aan cel F1. Dat doe ik door in het vak Koppeling met cel te klikken en cel F1 te selecteren. Je herinnert je wellicht nog dat de dollarkoers kon schommelen tussen 50 cent en 1,50 euro. Oftewel 0,50 en 1,50. Maar de schuifbalk kan niet met die comma-getallen omgaan. Ik ga daarom in cel F1 de getallen van 50 tot en met 150 laten verschijnen. Ik geef dus aan dat de minimumwaarde van de schuifbalk 50 is. Dat de maximumwaarde van de schuifbalk 150 is. Wanneer er op de pijltjes wordt geklikt, moet er een stapje van 1 worden gemaakt. En wanneer er links of rechts van het schuifje zelf wordt geklikt, moeten er stappen van 10 worden getoond. Ik druk op OK om een en ander te bevestigen. Wanneer ik nu op de schuifballen klik, bijvoorbeeld op de pijltjes, zie ik dat ik met stapjes van 1 de inhoud van cel F1 wijzig. En wanneer ik links of rechts van de schuifballen klik, doe ik dat met stappen van 10. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is ervoor te zorgen dat de inhoud van cel d1 gekoppeld is aan cel f1. Want als ik met de schuifbalk dan iets verander in cel f1, wijzigt ook cel d1. En hier zie je misschien al wat die koppeling moet zijn. In cel d1 neem ik de waarde van f1 en die ga ik door 100 delen. Ik gebruik daarvoor gewoon een basisformule. Is f1 gedeeld door 100 nu wanneer ik op de schuifbalk klik beïnvloed ik cel F1 en daarmee ook direct cel D1. In cel F1 staan de gehele getallen en in D1 is dat door te delen door 100 netjes omgerekend naar de wisselkoers. Met de schuifbalk beïnvloed ik nu rechtstreeks de koers. Het enige wat ik nog niet zo netjes vind is dat je hier het getal ziet staan. dat uit de schuifbalk komt of wat met de schuifbalk wordt beïnvloed. Ik kan dat weghalen door te kiezen voor een wit lettertype. Dan zie je het niet meer, maar er is een wat professionelere truc voor. Ga op tab Start naar de groep Getal en uit het keuzemenu kies je dan voor meer getalnotaties. Ga naar Aangepast. En in het vak Typen typ je nu drie keer een punt komma. Laat je Excel weten dat positieve getallen, negatieve getallen, tekst of de nul niet moeten worden weergegeven. Ik klik op OK. En nu is ook het laatste beetje tekst in cel F1 verdwenen. Ik heb nu een werkende schuifbalk die de koers rechtstreeks beïnvloedt. Daarmee worden de kosten direct omgerekend. En wordt de grafiek aangepast.